Ik had tijdens het politiek beraad de indruk dat het u niet zozeer om de kloppende begroting ging, als wel om de zuiverheid van de rollen. Er is een enorme overschrijding natuurlijk op de bouw van het zwembad. Het heeft allemaal te maken met de gestegen bouwprijzen. Dus je moet altijd kritisch kijken naar het extra geld wat je van de gemeenteraad vraagt. Dus daar moet je kritisch naar kijken. Maar het gaat er ook om van hoe ga je gaandeweg zo'n proces. Hè? De aannemer is bekend. Dat leidt ook tot optimalisatieslagen. Het sportbedrijf vindt daar ook iets van. Die is de exploitant van het geheel. En die kijkt ook van hoe kun je nou de samenstelling van de baden zo maken dat je dat optimaal benut. Nou, vandaar dat het voorstel naar voren kwam om het buitenbad qua diepte te verlagen van 2 meter. Of te ophogen naar 1,40 meter. Er zit niet zozeer een hele grote financiële component aan. Maar men zegt vanuit het sportbedrijf en vanuit het bouwen wel van dat is wel handig om het op die manier, om het op die manier te doen. Jullie hebben als klankbordgroep advies gegeven aan de gemeente. Blijven jullie bij je standpunt? Als u bedoelt de brief, ja, daar blijven we bij. Ja. Dat houdt in dat jullie als klankbordgroep geen vrede hebben met 1,40 meter. Nee, daar zijn we niet tevreden mee. Er moet echt gewoon een normaal buitenbad komen van 2 meter diepte. Zij geven steeds aan dat het geen verschil moet maken of je een bad hebt van 1,40 meter of 2 meter. Maar ja, goed, zoals wij al aan hebben gegeven, is dat wij denken dat het wel degelijk uitmaakt. Omdat, ik heb de afgelopen zomer ook weer gezien als ik zelf bij het buitenbad zwom, dat er dan wel degelijk heel veel jongeren duiken, bommetjes maken. Dat kan dan weer niet. En zij zeggen in zo'n vergadering, ja, dat maakt niet uit, want daar is het binnenbad voor. Maar wat willen jongeren vooral? Die willen op een grasveld en die willen dan in een buitenbad kunnen duiken. En dat soort dingen. En waar ik me ook ontzettend aan heb geïrriteerd, is dat er in een vergadering in één keer wordt gezegd dat het sportpark zelf met die bezuiniging is gekomen met die ideeën. Maar wij hebben heel vaak overleg gehad met het sportpark. Maar nu als klankbordgroep zijn wij er niet van op de hoogte gesteld. Alleen het afgelopen overleg is het wel benoemd, hè, dat die ideeën er eventueel waren. Maar Marja en ik waren allebei stom verbaasd eigenlijk dat vanavond in die vergadering in één keer wordt gezegd, ja, maar het sportpark heeft zelf die ideeën gegeven. Begrijpt u de angst van de gemeenteraad dat het financieel wel eens gierend uit de hand zou kunnen lopen? Niks doen is geen optie, want wij realiseren een gasloos bad. En de besparingen die we op de gasrekening realiseren, ja, dat gaat in de 6,5 ton lopen ongeveer. En de kapitaallasten die we kwijt zijn aan de investering op het zwembad, die behelzen ons, ongeveer hetzelfde bedrag. Dus door nu te investeren, zijn we eigenlijk in de maandelijkse, jaarlijkse last op het zwembad veel goedkoper uit. Dus het rendeert altijd om te investeren, ook ondanks de gestegen bouwprijzen. Dank u wel.